Zo, welkom bij de nieuwe Disneycraft aflevering. We zijn hier met allemaal mensen. Ik zie hier een Floortje, ik zie hier een beertje en nog een beertje en nog een koningbeertje. En iemand met een mooie Disneycraft medewerkerskin. Mensen, tot na het intro. Okay, people, let's go to work. En ik zie hier ook nog een koala die net voor me komt. En ik zie... Oh, Robby, ik had je niet gezien. Robby, wat is er met je nek aan de hand? Robby? Robby? Jesus Christ. Oh, nou, ik schrok eerder van jouw gezicht dan van Robby's gezicht. Nou, moest hij zelf kijken. Nou, sorry hoor. Dat is... Oh, dit is Halloween skin. Ja, zeker. Ik ben als Roy, dat is eng genoeg toch? Echt, wacht, kom, ja, ik heb een idee. Kom eens uit de grond? Ja. Oké, ga dan eens naar beneden kijken. Ja, en kom eens naar mij toe. Knibbel, knabbel, kneusje. Wie knabbelt er aan Roy's huisje? Hé, hey, daar ligt die 10 euro op de grond. Ja, toch wel? Oh, ja, mensen droppen hun geld hier, hè? Ja, dat is... Nou, van die munt erop. Oh, kijk dan, mattenpadje, dat is toch zo'n Turtle Eye Pokémon? Is dat zo'n Watch Turtle of zo? Is dat. Oh, dat zie ik zo niet. Ik weet het niet. Volgens mij wel. Leuk, ziet hij eruit. En ik zie hier ook Wilco, onze trouwe speler ook, hè? Level 8 geworden. Niet normaal. En Wilco oh, die. Familie. Familie van jou. Ik zie in de achterneef. Ja. Ook een draakje. Dino. Hier zie ik er nog een. Ja, hier staat een blauwe. Dat is. Even zoeken. Er staan zoveel mensen, Leroy. En er staan zoveel beren voor mijn gezicht. Kijk, Jordan. Ja, is dat je broer? Ja, ja. En Wilco is mijn neef, volgens mij. Oh, maar dat is lief. We zijn met zoveel, dat is niet normaal. Hij heeft ook een schild achterop, hè? Zo'n shot. Ja, mooi, hè? En hebben we die kakwang hier, grap? Ja. Oh, wat heeft hij Ja. En Leroy, ik had een leuk idee. Vertel. Wat dan met z'n allen even gaan lopen door de park? En dan komen we bij een attractie uit... En dan gaan we gewoon een beetje. Ga ik geld inzetten? Op een speler. We gaan er schokken. Ja. Dan gaan we kijken. Ik ga gokken. Ik ga geld inzetten op een speler. En dan diegene die dan vooraan zit in het karretje van de Cars. En dan ga jij hem bedienen. En dan ga ik niet kijken wie er gaat winnen. En dan weet ik dan. Dan ja. Schaap. Maar dan alleen diegene, eerlijk gezegd, die vooraan in het karretje zit, die krijgt dan... Hoeveel coins zullen we geven? Ja, wat is het waard? Ja, 20? 10? Ik weet 20. 10. Nou, we gaan voor over 20. 25. Ja, 25. Vind ik een mooi aantal. 25 coins ook, ja. Voor degene die... mensen gaan natuurlijk helemaal nu naar de Cars toe, maar wij gaan lekker lopen met z'n allen. Kijken van de lekker clubje. Lekker lopen. Ik ben ook met de Dino Club, hè? Ja, dit... Zullen we een naam geven of niet? Zullen we een officiële Dino Club oprichten? Daar ben ik eigenlijk wel voorstander van. Ja, jij wel, ja. Ah. Oh, net waar we doorheen gingen was de Main Street die nu een Halloween tintje is. En daar komt nog een aparte video van. Want we gaan natuurlijk Halloween vieren, maar niet zonder jullie. Het wordt namelijk heel erg creepy in de server. We hebben geen show. We hebben eigenlijk niks heel erg speciaals. Wel dat we dus een aantal spooky dolhoven gaan maken. Dus we gaan... bepaalde dingen inrichten waarin je dus een heel creepy Halloween dolf in moet gaan. Dus dat is echt fantastisch. Ideeën worden echt leuk. En de server is dus ook al de meeste. Het is helemaal aangepast in Halloween. Er lopen enge figuren rond. En ook wij. Ja. Wij zijn ook allemaal veranderd. Onze skins zijn veranderd in hele creepy mensen. Zombies en dino... Roy pakjes bedoel ik. Roy's, ja. En wij eten iedereen de hoofden ervan af. Ja. En Okran is ook Halloween. Een beetje creepy geworden. Die heeft ook een beetje een zombie skin gemaakt van zijn Halloween. En het is natuurlijk ook leuk als jullie ook een Halloween skin gaan maken. Dus ben je iemand die een skin kan maken, dan is dat zeker de moeite waard. Misschien kunnen we wel aan degene met de leukste of met de engste Halloween skin misschien wel een cadeautje geven. Coins of zo. Dat is een heel leuk idee. Dat is wel een leuk dat idee, vind toch? Ik een heel goed idee. Ik vind dat het nu vaststaat. De attractie wordt er geopend. En de kaartjes staan er al. En ik ga op één iemand geld inzetten. Maar dan moet hij wel winnen. Ik weet niet wie. Nou, ik zie hier allemaal mensen voorin al zitten. De VIP's hebben natuurlijk al een beetje een voorrang. Hè? Ja, ik kan er niks doen. We gaan wel twee rondjes doen dan.
Zit die al vol? Ik denk dat ik mijn geld inzet op Rick BB. Ja. Oké, ik zie niks, dus ik start hem. Ja, je hebt één gekozen die gaat winnen. En dan, ja, als het karretje van Rick BB heeft gewonnen, en we gaan daar bij de finish kijken, dan krijgt hij het geld. Dus dat is leuk. Ik weet niet waar Rick BB zit, dus hou me niet verantwoordelijk voor eventueel schade. Ik zie inderdaad. Het echt niet. Nou, ja, schade. Rick staat wel voor nu, hè, met zijn karretje. Nee, dat is altijd hier... Nou, hij gaat wel flink vooruit al. En Dizzy staat ook op de baan te springen. Ja, we zien je, Dizzy. Hij is van Sonic, hè? De Tails. Is dat Tails? Ja. En er zit alweer... Ik ga de volgende karren van start, hoor. Ja, is goed. Voor de volgende rit. Bij die ga ik nog niet geld inzetten. Het is alleen voor die eventjes. Dat ik het weet. We gaan lekker... Want iedereen staat hier te trappen om in de cars te kunnen. Ja, cars is natuurlijk door jou gemaakt ook, hè? Samen ja, met, en door Dennis. Ja, oud-medewerker Dennis. Absoluut. En jullie hebben echt iets fantastisch neergezet, vind ik. Het is echt een hele leuke trap. Ja, twee donuts zitten trouwens in één karretje. Oh. Dan hoop ik dat hij wel wint dan eigenlijk. Nee, goed. Loonprinses is de kapitein van die karretjes. Ik ga snel kijken, want als het goed is gaan ze dadelijk vertrekken. Het karretje van Rick BB en Transavia. En ze komen als het goed is aan inderdaad. Jullie zien het in het donkere gedeelte. Even kijken, daar komen ze hoor. Ja. En dan gaan ze als het goed is allebei klaarstaan om te starten. En dan wordt het een race. Een nek aan nek race. En dan is het... kijken wie er heeft gewonnen. Als Rick BB heeft gewonnen, dan krijgt die jongen gewoon geld waar ik op inzet. Kwans. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben zelf ook benieuwd, want ik vind het zelf ook leuk. Daar ik weet het ook niet. En de strijd is begonnen. Niet. Rick BB gaat hard, maar Grapfloor zit ook te trappelen in de karretje, want het is keihard trappen. En wie als eerste heeft gehaald, die heeft gewonnen. Oh jee. Ze komen heel dicht bij de race nu. Het is bijna bij het einde. Oh shit. Waar is de finishlijn? Hier is de finishlijn. Wie gaat de eerste halen? Ja, het karretje van Rick BB staat voor. Ja. Het karretje van Rick BB. Gaat hij winnen? Zou het? Ja? Ja! Wow. Nou, dat betekent dat Rick BB het geld krijgt. En eigenlijk ook wel iCook Bacon, hè? Ja. iCook. Ja, ze hebben allemaal even hard getrapt, hè? En Silva de Reis, ja. Allemaal even hard getrapt. Ik heb ze allemaal geld gegeven. Nou, tof. Zullen we dat dadelijk met een andere attractie nog een keer doen? Ja, want we hebben namelijk nog een leuke attractie. Ik denk dat wel verstandig is. En voor de mensen die het natuurlijk niet weten, dat is natuurlijk... Zal ik me even slopen, de karretjes van de cars? Ja, doe maar. Handig. Oké, sorry jongens. Oké, we gaan naar de volgende attractie. Dat is waarschijnlijk wel een hele... Eigenlijk mijn favoriet, hè? Ik vlieg gewoon op mijn gemakje naartoe. Ja, dat is jouw favoriet. Dat is mijn favoriet. Ik wacht nog even, want er zijn nog karretjes op de baan. En dan komen er straks botsingen en ongelukken, dus... Ik krijg gelijk een compliment van Charlotte. Charlotte, ja. Die zegt een mooie server. Charlotte, ja, leuk. Leuk om te horen. En Ricardo Rij vraagt, wat vind ik van zijn skin? Maar dat zie ik zo meteen als jij naar... De attractie komt, mijn favoriete attractie, dan moet iedereen wel weten welke attractie dat is. Ik verwacht ook gewoon een aantal spelers dadelijk bij de ingang. Ja, er staan een paar mensen. Aiko Beek, want die kent ook behoorlijk veel uit de server al. En Grapfloor natuurlijk ook. Sorry Grap, ben jij het niet vergeten? Ja! Mikey gaat onder binnen, want die wil hem eigenlijk al besturen. Maar wacht daar nog even mee, Mikey. Want we moeten nog even wachten op mensen. Oh, Mikey wou erin, maar dat kan nog helemaal niet. Wacht, ik zal even een blokkade zetten zo. Die komen hier hoor, dadelijk, sorry. En Rick BB, wat een flapdrol. Zit weer in de attractie voorin. Dan moet ik automatisch op de andere karretje stemmen. Jammer, Rick BB. Die aap zit gewoon weer in de attractie. Ja, maar nee, jij moet eruit, Rick. Ja, dat is niet eerlijk. Zo, nou, doe maar open, Leroy. Touter, hè? Voor de mensen die niet weten, de Simba. De Simba is geopend. Hey. Kom maar, dus open hem maar. Ja, ik zoek hem. we zitten ook hier zo, ja. Daar. En heb je hem gebroadcast? Dat ga ik nu even doen. Even op de broadcast. De bezoekers ook een kans hebben van... Uiteraard. Absoluut, even kijken. Het eerste kantje is gevuld met mensen. Mikey, Jordan en Jeffrey. Oh, wacht, we starten. Fan, Transavia en IQ Beacon. Nou, omdat Transavia en IQ Beacon in het vorige karretje zaten, vind ik het verstandig om het karretje van Mikey, Jeffrey en Jordan te gaan selecteren en daar ga ik mijn geld op zetten.
25 coins ga ik weggeven aan die mensen die gaat winnen. Nou, ze gaan dus... Simba is mijn favoriet. En waarom? Het is een hele leuke getimede attractie. Omdat het twee andere banen is, is het toch zo ingesteld dat de speed zo wordt ingesteld dat ze allebei tegelijkertijd aankomen bij het tweede gedeelte waarin je wordt toegetakeld. Ik kan het zo laten zien jullie. En zoals je ziet gaat dat, als het goed is, altijd goed met de karretjes. En zoals je ziet is het bijna gelijk op een echt een kleine centimeter na. Maar die karretjes komen wel echt bijna tegelijkertijd aan. Dames en heren, even een hele kleine korte uitleg over de EULA. Terwijl gewoon midden in deze video. De EULA is een nieuwe wet van Minecraft. En dat geldt voor de servers. Je hebt gewoon... Minecraft heeft een wet ingesteld. Het was er altijd al, maar er was onduidelijkheid over. En wij wisten het er ook zelfs niet van. Maar wij moesten de server aanpassen naar de EULA. En dat betekent dat we geen rechten meer mogen verkopen bij een rank. Dus ja, we mogen geen vliegrechten meer geven aan jullie. We mogen ook niet meer geven aan jullie dat je attracties mag besturen. Maar de mensen die het al in het verleden hebben gekocht, die mogen dus gewoon wel hun VIP houden. En dus ik kan eigenlijk alleen zeggen dat de mensen die VIP oneindig hebben gekocht, die hebben eigenlijk gewoon geluk. Want die kunnen gewoon voor altijd vliegen. Maar wij hebben wel ingesteld, omdat wij, je moet zeg maar volgens de EULA moet je alle mensen laten vliegen. Dus iedereen moet het kunnen doen. Dus we hebben ingesteld, ben je een level 10? Dan kan je gewoon gaan vliegen in de map. En maakt niet uit of je een bezoeker bent of niks. Maar ga VIP dus zien als een donatie. En niet als ik koop fly rechten. Want het gaat eigenlijk puur om een donatie voor een server. Dus ja, vandaar die EULA. Oh, omdat ik het waard ben. En ik zie dat de verliezers zijn Mikey en Jordan en Jeffrey, waar ik mijn geld op heb gezet. Oh, ik vind... jammer. Ja, nieuwe ronde. We gaan gewoon kijken wie er staan bij de ingang. Ja, nou, ze zijn allemaal onderweg hoor. Allemaal? Allemaal. Er zijn vijf karretjes volgens mij allemaal onderweg. Oké, ik zie Jelle Swag en Henko zijn die gaan klomp. Ik ga hem dit keer op Jelle Swag zetten dan. En dan zet ik, omdat hij alleen zit tegen twee anderen, doen we er gewoon 40 coins van maken. Kijk. Ja, dus Jelle Swag, die kan kans maken op 40 coins. Dat is lekker. Mits die wint. Ik zie alweer nieuwe karretjes. Ja, ja. Het is aardig druk bij deze attractie, bij de Simba. Absoluut druk. Het is ook een heerlijke attractie. Ik wilde ook... Vanuit, ik kom er weer binnen. En Jelle, Rick BB is ook echt een smerig mannetje, hoor. Hij zit in diezelfde attractie waar ik op heb geboden. Oh. Ja, nou, ik ga er ook gewoon zelf in. Want ik wil kijken wie er gaat winnen. Mikey, hallo. Je gaat er zelf in. Ik ga er zelf in. Oh. Ik ga mezelf bieden, ja. Welkom. En Gap, hallo Gap, in de lucht. Vliegend, nooit in de weg zittend. Heel fijn, Gapfloor. Neem een voorbeeld aan. Neem een voorbeeld aan iedereen, mensen. Gap. Oh, ja. Oh, en de boze beer, de bange beer staat altijd. Die staat daar zo lang al, hè. En die heeft nooit zijn skin veranderd. Oh, weer als die AC 2001 kijkt nu en zijn skin aanpast. Dat zou echt magisch niet leuk zijn. We zoeken je op. Het leuke aan de Simba vind ik, omdat we hem eigenlijk de baan was zo leuk. En ik had zoiets van, we gaan hem uitbreiden, want er wordt een hoop niet gebruikt bij de Simba. Er wordt een hoop stuk land niet vastgesteld voor deze attractie. En daarom was het iets van, nou, ik maak gewoon de attractie voor de helft langer. En dat is uitgekomen tot deze ontzettend lange achtbaan. Want ik denk dat dit wel een van de grootste attracties is van het park, vooral, hè? De Simba. Die neemt echt veel ruimte in beslag. Ja. Het is natuurlijk, hij kronkelt veel over zichzelf in, waardoor hij lijkt kleiner dan hij is. Klopt, absoluut. Ja. Hij lijkt kleiner, maar hij is echt huge. Hij is echt groot. Hoe lang zou het niet zijn als je hem gewoon één rechte baan van gaat maken? Dan wordt hij heel lang. Ja, dan is het echt heel lang. Dan kan je hier wel misschien naar de spawn, denk ik zelfs nog, hoor. Vanaf ja, hier. Dat moet wel lukken. Nou, ik heb verloren helaas. Ik heb weer mijn geld er. Heb je wel aan die hendel goed getrokken? Ik wel, hoor. Ja. Je moet gewoon wat harder trappen. Ja. Nee, ja. Klopt. Jammer. Sorry. Nou, kan je worden gesloopt? Gaan we nog even geld opzetten op cars nog een keer? Nog een keer naar de... Ja, een keer goed. Als afsluiten van de video, ja? Gewoon vind even ik een lekker. Heel goed idee. Oké. Okay. Nou, dan gaan we dus naar de warp cars. Gaan we nog even, dan ga ik gewoon 50... Eerst mensen... even de attractie sluiten. Is goed. Ik ga in deze aflevering gewoon 50 coins geven aan degene die wint. En ja, Transavia, dat vind ik niet nodig dat jullie weer in de attractie gaan. Nou, gaan de VIP's maar eerst dan. Ja, gaan we allemaal eens inzitten. Ja, doe maar, Rick BB. Ga maar zitten.
En Milan, ja, ga maar zitten, jongens. Kom maar. Ga maar zitten. Ja, Rick BB ook. Mag gaan zitten, plek. Oh. En Ding ook. Mikey, ga maar zitten. Ja, Karretje en Rick BB ook. Tap hier, Rick. Nee, ga maar zitten. Ga maar zitten! Wat voor Dorry? Heb je er geen zin in? Hij heeft er geen zin in. Sure. Ja, hij gaat zitten. Oké, okay, dan weet ik dat ik... laat ze maar vertrekken, deze karretjes. Ja, ja? Ik ga ze nu starten. Ja, en dan mag je nieuw inrangeren en de attractie openen voor het publiek. En zeg maar even. En dan kan ik, dan gaan de VIP, die hebben geen recht op geld. Doei! Volgende ronde, doeg! Jullie hebben al veel te veel gedaan, maar jullie kunnen er nu niet meer uit. Alhoewel, Rick BB is nu weer expres de server geliefd. Ik hou het in de jammer gaten. Dit. Ik hou het in de gaten. En er is ondertussen alweer een voltreintje. Ja, ik ga stemmen op de trein van Okram. Of Henkoza. Maar ik stuur Rick BB elke keer naar de span. Ik ben hem slimmer af dan... Heel slimmer af. Ja, ja, ja. Ja, ja, half uurtje eerder wakker opgestaan. Hè? Heb je dat? Dus Henkoza, jullie kunnen 50 coins en Jelle ook 50 coins en Okram ook 50 coins. Als jullie winnen natuurlijk. Ik heb weer op deze baan. Ik had hem eigenlijk op de andere moeten doen. Maar ja, jullie hebben al een keer... Ik heb al een keer op jullie gestemd. De beer en koala. En waarom ben jij geen dier? Waarom zitten er twee dieren hier en ben jij geen cute beertje? Ik mis jammer, jammer. Ja, ik mis gewoon een heel lief beertje in deze attractie. En hier, wat zit hierin? Een donut? Nou, dat kan. Een normaal mannetje. Beetje simpel. En een dode kat. Een dode kat? Nou, ja. Dat is... Lekker gezellig, door je kat. Door je kat. Dat hebben ze altijd zo'n geluidsfragment, zo'n geluiddingetje. Nou. Nou, dit is binnenin, dat vind ik echt fantastisch om even te zien. 3, 2, 1, go, 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 go. Jullie kunnen, waarom gaan jullie sneller? Trappen, 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 trappen. En dan gaan ze schieten weg. Ja, dit vind ik een fantastisch idee. Ook dat je binnenin een soort beetje dark ride gedeelte hebt. Dat de lichten aangaan en je ziet delen van de set. Dat vind ik fantastisch ook. Het is een hele mooie attractie geworden, Leroy en Dennis. Bedankt. En ook, Dennis kijkt elke video van Disney Craft. Dus hij hoort het ook. Dennis, we zijn je niet vergeten. Dennis, wie is dat nu? Nou, Bram, die ken je ook. Ja. Die morgen nemen we afscheid van Bram. Ja. Okay. Nou, we kunnen het ook nu doen, hè? Oh, ja. Nou, doei Bram. Nee. Ja. Doei. Henko is aan Jelle zijn onderweg. We gaan het karretje volgen en we gaan kijken, gaan ze deze rit winnen? Of is het juist die andere? Heb ik verkeerd gestemd op die baan? Dat kan ook, hè? Ik ben heel benieuwd. Het zal toch niet. Oh, Robbie, kijk naar boven op de tribune. Dat ziet er ook leuk uit vanaf de bovenkant. Zie je Robbie naar boven kijken? Ja, droog. Ik ben en Koos komt aan, maar Silva de Reis ook. Oh ja. Ja. Oh. Wie gaat er? Oh, nee, ze verliezen. Oh. Oh. Nee, alweer. Ze verliezen. Oh, jongens. Dit is jammer. Dit is jammer. Dit is echt heel jammer. Hé, hey, die Silva door kan dus goed racen. Dat is al twee keer dat hij heeft gewonnen. Ja. Nou mensen, we gaan dit volgende keer gewoon misschien wel nog een keer doen of gewoon een keer. Dit lijkt me leuk om gewoon een keer VIP uit te delen. Ik bedoel gewoon coins te geven aan de winnaar. En ja, we weten niet wie er gaan winnen. We hebben het niet onderling afgesproken. En Robbie, Bochossen. En we gaan binnenkort Halloween vieren. Dat gaat bij jou lukken, hè? Zo te zien. Doei doei! Dag!